Op de hoek Vriesestraat-Stoofstraat staat de distilleerderij van Rutte al meer dan 150 jaar. Deze behoort tot de oudste van Nederland. Wij volgen vandaag een proeverij in de vroegere woonkamer van Simon Rutte. Het portret van Simon Rutte, die ook voorkomt op het etiket van de oude Simon. Hier staan allerlei flessen met diverse ingrediënten. Na een welkomstdrankje zakken we af naar de distilleerderij op de begane grond. Er staan een aantal oude ketels die niet meer gebruikt worden. Deze wereldkaart toont de productiegebieden van diverse grondstoffen. In deze vaten zitten diverse extracten die bij het distilleerproces worden gebruikt. Ook in deze potten en flessen allerlei vruchten, zaden en bloemenextracten die toegepast worden. In deze kluis zitten de geheime recepten. De distilleerderij is nog in originele staat en het koper blinkje tegemoet. Deze ketel, Vulkaan 1, wordt niet meer gebruikt. Vulkaan 4 is de huidige distilleerketel. In de ketel staat het substraat in een warm waterbad te weken. Het wordt elektrisch verwarmd, au bain marie. Na het weekend wordt het opgestookt. De damp wordt in deze koperen buis gekoeld en via de trechter opgevangen. Heel veel noten, dit zijn hazelnoten. Ik gebruik ook veel walnoten, amandelen. Dus veel noten worden gebruikt. In onze haarmeerlever zit de hazelnoten. Het begint eerst van de gemeente. Ja, we gaan weer naar boven. Rutte gebruikt geen smaak- of kleurstoffen. Alles wordt met de hand gestookt uit natuurproducten. De kruiden, specerijen, noten, bloemen en fruit worden nog steeds op dezelfde wijze gestookt als Simon Rutte dat in 1872 deed. Zo ontstaan mooie gins
en jenevers. In deze eikenhouten vaten vindt het rijpingsproces plaats. Na de proeverij bezoeken we uiteraard de winkel die nog in originele staat is. Alle deelnemers aan de proeverij gaan niet met lege handen naar huis. Er is dan ook volop keus. Bepakt en gezakt gaan we huiswaarts, waar we genieten van onze Rutte's.